Daar zien we Maureen Koster oplopen. Ze is een van de blikvangers tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek. In Apeldoorn loopt ze de 1500 meter. Daar links in beeld snelt ze langs haar tegenstandster. Met nog een goed rondje te gaan gaat ze afstand nemen van haar concurrenten. Dat doet ze op een meter of 500 voor de eindstreep. Daar klinkt de bel voor de laatste ronde, de laatste 400 meter. Deze NK gebruikt Maureen Koster als opwarmertje voor de grote toernooien die volgen deze zomer. Ze richt zich met name op de 5000 meter. Daarvoor heeft ze zich geplaatst voor zowel de wereldkampioenschappen die in juli gehouden worden als de Europese kampioenschappen in augustus. De WK zijn in de Verenigde Staten, de EK in Duitsland. En het gaat goed met Maureen Koster. Vorig jaar niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Heeft inmiddels het plezier in de atletieksport teruggewonnen. Dankzij een nieuwe coach, Grete Koens. Ze heeft onder haar leiding ook haar eigen persoonlijke record verpulverd. Op de 5 kilometer was dat 15 minuten, 7 seconden en 20 honderdste. Bij de Diamond League wedstrijd in Oslo, dat is een groot internationaal toernooi, liep ze een paar weken geleden 15 minuten en 64 honderdste. Net niet dus onder die magische grens van 15 minuten. Op de 1500 meter op de NK atletiek is ze de grote favoriet voor het goud. En ze snelt hier naar haar vierde gouden medaille op de NK. En dat doet ze in een tijd van 4 minuten, 12 seconden en 32 honderdste. En daarmee is ze een seconde of drie sneller dan de concurrentie. Leuk detail, Dagmar Smit, voormalig atlete van het Alphense AAV 36. Zij eindigt op plek 3. Maar het goud is voor de 29-jarige Maureen Koster uit Boskoop. Gaan we door met Femke Pluijm, de 28-jarige polstokhoogspringster van de Alphense atletiekvereniging AAV 36. Kampt een handvol jaren met blessures, is nog niet terug op haar oude niveau. Het niveau van de Olympische Spelen bijvoorbeeld uit 2016 toen ze zich daarvoor plaatste. Maar ze wordt wel voor de 9e keer in haar loopbaan Nederlands kampioen. Ze vliegt over een hoogte van 4,25 meter heen. Waar 4,15 meter al volstond voor de nationale titel. Blij dat ze weer kan springen. Blij dat ze weer kan vliegen. En dat haar blessure in ieder geval voor dit moment voorbij is. Op naar weer betere tijden voor Femke Pluijm. Dan door met de grootste verrassing voor Alphen aan de Rijn tijdens dit NK. Die komt op naam van deze Sietse Verkade, 19 jaar. En bij het speerwerpen komt zij tot een afstand van 49 meter en 67 centimeter. Dat is niet alleen een dik persoonlijk record, dat stond op 47 meter en 16 centimeter. Maar het is ook nog eens een keer genoeg voor de zeer verrassende bronzen medaille tijdens het speerwerpen. En dan tot slot deze Leonie van Vliet, reserve estafetteloopster namens Nederland bij de Olympische Spelen afgelopen zomer. Ze was erbij in Tokio, ze kwam alleen niet in actie. En tijdens dit NK loopt ze zowel de 100 als de 200 meter. Dit is de 100 meter finale rechts in beeld. De 29-jarige Leonie van Vliet uit Alphen aan de Rijn, een zeer sterk deelnemersveld. Daphne Schippers bijvoorbeeld in baan 6. Jamu Samuel is erbij, ook de zusje Sedney. En uiteindelijk is het Leonie van Vliet die op plek 6 eindigt in een tijd van 11 seconden en 52 honderdste. Daarmee is ze 23 honderdste van een seconde langzamer dan deze Daphne Schippers. Felicitaties ook van Van Vliet aan Schippers. Samen vormden ze het estafette-team onder meer in Tokio. Helaas vanwege een disqualificatie geen medaille daar voor Nederland. En ook op de 200 meter een zeer sterk deelnemersveld. Bijvoorbeeld deze Lieke Klaver loopt mee. Maakt een uitstapje naar deze afstand. Geldt ook voor Femke Bol, die brons won op de 400 meter, hoorde bij de Olympische Spelen. Leonie van Vliet, een outsider voor de medaille op deze afstand. Ze loopt in de baan, vierde van rechts. Daar zien we de aankomstsnelle, links van haar Femke Bol. En helaas voor Leonie van Vliet komt ze er niet aan te pas als het gaat om de medaille. Ze is net niet snel genoeg, of beter gezegd, de anderen zijn ietsjes te snel. Uiteindelijk finisht Leonie van Vliet in een tijd van 23 seconden en 47 honderdste. Dat is 73 honderdste langzamer dan winnares Lieke Klaver. Tweede wordt Femke Bol. En uiteindelijk eindigt Leonie van Vliet op de vijfde plek.